Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Bij ons geldt nu ook de mondkapjesplicht op stal. Ik wou vandaag jullie de staartvideo laten zien. Ik ben nu even heet water aan het halen. Want helaas hebben we nog geen warm water op de stal. En dan neem ik Henk mee, zet ik nog even een paar spullen klaar en dan kom ik bij jullie terug. Blijf kijken! Nou, ik heb Henk opgehaald. Ik heb spullen. Nou, hij lijkt op de camera best schoon, maar dat is hij niet. Ik heb ook even zijn hippie haardas ontvlecht. Dat is echt niet normaal. Je kan het misschien niet heel goed zien. Dit binnenste is wat het zeg maar hoort te zijn. Gewoon te ranzig. Ik doe ze live niet, omdat het natuurlijk best koud is. Ik maak ze staart eerst even nat met water. Hij is bijna net zo bruin als mijn haar. Maar dat is bij hem niet de bedoeling. Geleerd van Havelingen Schingemo, de beste truc. Ik heb de staart nu ingezeefd. Hij is echt super ranzig. Ik hoop dat we er weer wat moois van kunnen maken, want dit is echt, echt heel vies. Zie je hoe bruin dat schuim is? Ik heb hier half om half heet water en koud water in gedaan. Daar doop ik de staart in. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar nu is er al gewoon zoveel verbetering. Dat is nu wel heel vies. Nu gaan we met zilver shampoo. Als je een witte staart of zo hebt, topspul. Heel goed insmeert, want zo zien mijn handen eruit, maar zo wil je natuurlijk niet dat stukken van je staart er zo uitzien. Hij is nu helemaal paars. We gaan door naar de manen. Ik heb Henk even omgedraaid
Nu gaan we dit ellendig stukje haar even oplossen. Kijken of het weer wit wordt. Ik heb er een hard hoofd in, maar proberen kan geen kwaad. Nat gemaakt met warm water en er zat nog een klein beetje zeepje van mijn handen. Ik gebruik nu weer deze. Maar je ziet dat bovenop, hier in de midden, is het gewoon nog bijna helemaal droog. Dat komt omdat hij zo veel haar heeft en zo'n dikke bos. Dat je moet het gewoon goed door de helft doen. Wil je overal het schoon krijgen, dan wordt het misschien nog een klein beetje wit. Inwerken. Dit is gewoon nog de groene zeep, vloeibare zeep van de supermarkt. Dit laat ik even intrekken en ik ga nu eerst de staart uitspoelen. Nou, ik heb nu de staart uitgespoeld. Zorg gewoon dat je heel goed alle zeep er zo eruit haalt. Zoals je ziet is hij al vele malen witte. Ik ga zo meteen wel even in wat beter licht alles laten zien. Je moet hier en daar nog wel even wat tussen spoelen, zie ik. Nou, dit is allemaal. Hier heb ik het sopje. Compleet paars. Dat is op zich een goed teken, want dan is dus alle zilver shampoo er wel uit. Dat is wel erg belangrijk. Nu gaan we door weer met de manen. We gaan nu de manen uitspoelen en daarna weer de zilver shampoo erin doen. Nou denk je misschien, het is klaar, want op deze kant al de zeep eruit. En dan keer je het om. Allemaal zeep. Dus zo goed dat je aan allebei de kanten, de tussen, de onder, de achter, maakt niet uit, goed uitspoelen. Want het gaat ontzettend jeuken en dan heb je helemaal geen manen meer om mee te wassen. Nu gaan we die gebruiken. Al is het niet echt heel erg nodig. Het is alweer een heel verschil met hoe het was. Maar dit maakt het nog alleen maar beter.
is nou even aan het intrekken met de Sil shampoo. Mocht je trouwens een tip hebben om zijn voorpluk te doen. Henk is echt als de dood voor water op zijn hoofd of zo. Aan de ene kant snap ik het wel, want ik ben er zelf ook niet zo fan van. Maar als je nou de gouden tip hebt. Dat was niet slim om het te doen met natte handen natuurlijk. Hai! Hai! Lief. Maar als je nou de tip hebt om zijn voorpluk te wassen. Met water en zeep, alles schoon. Laat het me dan even weten, want het is echt een hel om dit te doen. Ik laat hem vandaag ook gewoon achterwege. Ik probeer het soms met een spons, maar als je er dan zeep in hebt, krijg je het gewoon niet goed uit. Dus als je echt iets weet, let me know. Uitspoelen. Ik heb 2 emmers met lauw warm water gemaakt. Daar ga ik het meeste ermee uitspoelen, zodat het koude water niet echt de hele tijd wordt gebruikt op zijn huid. Het kan natuurlijk heel koud voor hem zijn en dat begrijp ik wel, want het water is ook gewoon echt koud. Dus laten we beginnen. Ik gebruik nu die even, dan kan je echt al het water er doorheen trekken. Dus hetzelfde verhaal. Daar zit gewoon nog allemaal zeep. Of alle zeep uit zijn maan is. Neem ik altijd even een handdoek met deze koude periode. Naar de stal en dan doe ik hem zijn zweetdeken even op en dan ga ik verder even de haren uitkammen en anti-klits shampoo erin doen of anti-klits spray en dan hopen op het beste. Henk heeft de pyjama aan. Ik
vind dat zo schattig. Lekker met zijn teddydeken van Harry's Horse. Super fan van het merk, echt top. Maar ik wou jullie nog even de staart laten zien. Vele malen beter. Zijn manen, hetzelfde verhaal, stukken beter dan eerst. Ik vind het alleen jammer dat we geen warm water hebben, want anders zou ik dit gewoon, in ieder geval bijhouden. Het is niet zo dat je in de winter per se elke week het moet doen of zo, maar ik zou het wel bijhouden. Dan krijg je dus niet echt van die zwarte manen, maar gewoon beige. Helaas is nu dus zijn voorpluk nog... jongen! Zijn voorpluk is nu dus nog een beetje geel-achtig. Als je de gouden tip hebt, echt laat het me weten. Hè? Want ik weet het echt niet wat ik moet doen. Ik ga ondertussen even de poetsplaats opruimen. En mijn spullen even terug in mijn kastje doen. En dan kom ik weer terug. Henk is een mooie grote bende van het maken. Zijn die onderste plukjes lekkerder, jongen? Nou goed. Deze laat ik voor wat het is. Die is op zich wel klitvrij. Morgen als die droog is, ga ik hem gewoon echt goed even doorkammen. Dit heb ik al één keer gedaan. Gewoon puur om nog even de meest natte haren ook eruit te halen. Nou, hier heb je weer een hele bos. Ik wacht gewoon even tot het droog is. Dan gaat het vast veel beter. Het is gewoon een bijzonder beest, hè Henk? Ja. Ja, jongen. Wil je ook een snoepje? Nou, dat woord, dat kent u wel. Snoepje. Oh, ja. Wat wil je dan? Een koek? Wil je een koek? Oh. Wil je een koek? Oh. Dit zijn van die Summer Fit koeken van Pavo. En hij houdt ervan. Het is zo lief. Nou, heeft hij zijn beloning wel weer gehad. Ik dacht eraan om nog even met... Nee, nou stop. Met hem even te gaan stappen. Zodat het nog even wat droger kan worden. Dus ik ga denk ik even een rondje binnenbak doen. Nou, we zijn even lekker aan het lopen. Ik weet niet of je het kunt zien, maar achter ons zijn ze aan het mennen. Gelukkig boeit het denk ik niet heel veel. Allemaal gepiepende wagentjes en zo. Maar ja, maakt ook niet uit. Je haalt het met de touw. Kijk dan hoe licht die manen geven. Prachtig. Leuk hè? Leuk hè? Ja. Alles is schoon, alles is opgeruimd, een soort van, maar morgen is het dezelfde bende. Henk heeft zijn outdoordeken weer op. Welke overigens ooit rood was. Zijn manen zijn nog niet helemaal droog, maar dat maakt niet uit. Ze drogen vannacht wel. Ik doe zo meteen het raampje achter hem even dicht. Hij moet natuurlijk geen kou vatten met de koude manen.
En dan ga ik weer naar huis. Morgen moet ik weer werken. En ik denk dat ik zondag weer ga trainen. Als het je leuk lijkt of ik dat ook ga filmen, laat het me even zeker weten in de comments. En anders als je een andere... Als je wel een andere videotip hebt, laat het me dan ook even weten. Ik wil meer video's gaan uploaden deze maand, omdat het natuurlijk Vlogmas of Vlogcember of hoe je het ook noemt, is. En ik wil er wel graag aan meedoen, maar ik heb gewoon niet de tijd om elke dag een video te maken of te editen en dus up te loaden. Maar laat me zeker je ideeën weten, want ik heb gewoon echt wel zin om even lekker flink aan de slag te gaan met YouTube. Het gaat tot nu toe goed, we hebben al 100 abonnees. Dus super blij mee. Echt bedankt daarvoor. Ja, Henk. Bedankt. Zorg dat je de video even een duimpje omhoog doet. En zet als je het leuk vindt ook even een reactie erbij. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je de volgende keer weer terug. Doei!